Minister Edgar Dikant van Regionale Ontwikkeling heeft in de Nationale Assemblée aangegeven dat de regering ruimte nodig heeft om wat zaken te regelen en niet aanwezig kon zijn tijdens de begrotingsbehandeling vandaag. De coalitieleden en ministers waren namelijk opgeroepen voor een bespreking in het perscentrum van het kabinet van de president. Voorzitter Jenny Simons heeft na deze mededeling de vergadering afgeblazen. Dikant heeft niet aangegeven welke prioriteiten zo zwaarwegend waren dat de regering niet aanwezig kon zijn in de Nationale Assemblée. Vandaag hebben we echt dringend, we gaan niet kunnen komen vandaag. Dat is wat u me zegt. Dus de regering gaat niet kunnen deelnemen aan de vergadering van vandaag. Dus eigenlijk waren we hier, een paar ministers, maar vanwege de dringende zaken moesten ze zich terugtrekken. Ik moet me ook zo meteen ook aansluiten. Goed. Dat betekent, parlement, dat de regering ons zegt dat ze vandaag in feite wegens een of andere dringende reden niet kunnen vergaderen. Dat betekent dat ik ga de vergadering niet schorsen daarvoor. Ik ga de vergadering dan verdagen. Het assembleelid Mahinder Yogi vroeg zich af wat er precies aan de hand was dat de regering niet aanwezig kon zijn bij de vergadering. De fractieleider van de NDP, André Misikaba, zei dat wanneer de regering de ruimte vraagt om het zaken te regelen, de regering die ruimte ook moet krijgen. Wat is precies aan de hand, voorzitter? Dat terwijl de begroting in behandeling is, voorzitter, en de regering hier zou moeten zijn, het parlement, door het volk hier geplaatst, voorzitter, en ten overstaan van het volk kon aangeven wat het probleem is. Voorzitter, ik vraag via u om de regering te vragen, voorzitter, welke vertegenwoordigd is hier door de minister van RO, om ons meer duidelijkheid te geven van wat is precies aan de hand, voorzitter. Is er oneenigheid in de regering, voorzitter? Protesteren de ministers, voorzitter, om hier te komen? En als ze protesteren, waarom protesteren ze, voorzitter? Wat is het probleem? Voorzitter, het volk heeft al genoeg problemen in dit land. En het zou niet goed zijn, voorzitter, wanneer dit hier zo blauw-blauw wordt gelaten. Het verontrust nogmaals de mensen meer, voorzitter. Ik denk dat als de regering ruimte vraagt, dat wij moeten meewerken dat die regering de ruimte krijgt. Wanneer je een tijdje hier zit, dan weet je dat dit soort dingen gebeuren. We hebben dat meegemaakt, voorzitter, waar we hier schorsingen hebben gehad, waar de vergadering 10 uur moest beginnen, dat we soms pas 4 uur in de middag moesten beginnen vanwege het feit dat, zeker in coalities, je dan hoorde de ene fractie was niet eens, de andere fractie was niet eens. Voorzitter, dus die dingen gebeuren soms. De regering heeft ons niet gezegd wat precies aan de hand is. Ik denk dat we dat gaan vernemen te zijner tijd. Maar in elk geval van deze zijde vind ik dat we de regering de ruimte moeten geven. U weet dat we bezig zijn te klauteren uit een diepe dal waarin we waren. En er is geroepen aan de overzijde steeds crisismanagement, crisismanagement. En als de regering dan vraagt, we hebben een paar dringende zaken om naar te kijken, dan willen wij van deze zijde de ruimte wel geven. En we zullen te zijner tijd van de regering horen wat er precies aan de hand is. Assembleeleden Mahinder Yogi en André Misikaba vandaag bij de aanvang van de vergadering van DNA voor de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018. Deze vergadering is afgeblazen nadat minister Dikant van Regionale Ontwikkeling heeft aangegeven dat de regering ruimte nodig had om wat zaken te regelen en niet aanwezig kon zijn tijdens de begrotingsbehandeling.